ceremonie protocolair. We gaan beginnen met de 1500 meter vrije slag. Dames en heren, gereed staat Yvonne Visser van de Tilburgse Sportraad en zij reikt de prijzen uit. We gaan verder. We beginnen met de bronzen medaille. Bronzen medaille gezwommen in 1538-99 voor VZC Vincent Kooijmans. De zilveren tijd is 1536-0700ste voor PSV zwemtij Chet Michaud. En de gouden tijd wordt Nederlands kampioen 1500 meter vrije slag in 1533-67 voor DZNPC Erik Nijholt. En natuurlijk de foto voor deze heren en uw applaus! Gaan we door naar de 400 vrij dames. Op de derde plaats van Nova in een tijd van 4.11.04, Laura Setz. Op de tweede plaats een zilveren medaille van VZC in een tijd van 4.10.33, Silke Holkenborg. En de gouden medaille is voor Imani de Jong, ZPCH, in een tijd van 4.09.24. Uw applaus voor deze dames. En even een fotomomentje. Ceremonie protocolair van programma nummer 103 en dat is de heren 100 meter rugslag parazwemmers. Bronzen puntenaantal, dat is 867. Hij komt uit voor de Duinkikkers, Krijn Hensen. Het zilveren puntenaantal, dat is 904. Hij komt uit voor Poseidon 56, Thomas van Wanrooij. En het gouden puntenaantal is 930. Hij komt uit voor ZPC Woerden, Thijs van den Ent. En ook deze heren kruipen nog even bij elkaar voor de foto. En natuurlijk nog een keer uw applaus. Dan danken wij mevrouw Vissers voor het uitreiken van de medailles. En vervolgen wij zometeen het programma en dat is de heren 50 meter schoolslag.
Dit, dames en heren.